Ja, namens de Motte, goedemiddag ook allemaal nog. Wij hebben in ieder geval een hele mooie editie gemaakt van ons tijdschrift, De Oude Wereld. Helemaal in stijl van de jaren 50 tot en met 70. Korte geschiedenis van het eiland en een aantal leuke anekdotes en heel veel fotomateriaal. En speciaal voor deze maand is die voor maar 5 euro te verkrijgen. Dus we hebben een speciale prijs gemaakt voor deze maand. En ja goed, ik ben niet neutraal, maar ik heb van verschillende mensen gehoord dat het een hele mooie editie geworden is. En die zeiden van nou, dit is echt een hele leuke om te lezen. Nou ja, jullie koken waarschijnlijk allemaal elke dag. Je hebt elke dag met hete pannen te maken. En ik wil jullie ook oproepen om, als jullie straks naar huis gaan, allemaal tenminste 1 set te kopen. Kosten 4 euro per set. 50% van de opbrengst is voor het Streekmuseum. En 50% van de opbrengst is voor het Breincafé. Zodat we ook weer de komende periode daar leuke dingen mee kunnen doen. En we hadden zoiets, nou weet je, ja geluk, wat doe je daarmee? Dus we hebben toen gekozen om als ondertitel, toen was geluk heel gewoon. Nou, dat heeft een bepaalde periode, dus we hebben gekozen voor de jaren 50, 60 en 70 centraal te zetten. Ook in het museum. En degene die het eerste de koek op heeft, die mag de tentoonstelling openen. Dit meisje heeft gewonnen. En wat is jouw naam? Amanda. Ja? Over dan? Nou ja, over geluk of zoiets. Geluk? Ja. Nou, Hoort allen nu hoe in de nevels van de tijd het Sommelsdijk verging. In voor- en tegenspoed. Toen het nog Zeeland was. En het mensen goed en voorspoed bracht. Dus leefden zij verblijd. Wij openen voor u hier de vensters van een tijd van 5 eeuwen in taferelen. Van toen tot deze tijd. En zullen voor u spelen gebeurtenissen van geluk. Maar ook van strijd. Van strijd, ja. Dat kun je wel zeggen. Je krijgt het geluk in je leven niet voor niets. Je moet er wel wat voor doen. Ook als je als admiraal bovenaan staat, zoals ik, Piet Hein. We hebben die Spanjaarden toen wel een poepje laten ruiken. We hebben hard gevochten, zodat we die zilverschatten aan boord konden krijgen. Niet waar, mannen? Jazeker, admiraal. Ja, ja, ja. Maar admiraal, dan met die zilvernoordheid, dat was later. Het was de slag bij Bahia. Toen het hier fout ging met die brand. Ah, ik haal die zeeslagen altijd door elkaar. Maar we hebben wel gewonnen. En we hebben er goed aan verdiend. Ik heb zelf een mooi huis aan overgehouden in Delft. En Werre, achterneef van me, ene Albert uit Zaandam. Die is er een zaak van begonnen. Het schijnt goed te gaan. De kerk, hij is in de fik gestaan door het feest. Van uw overwinning, nou ja, onze overwinning. Ze waren zo blij dat we gewonnen hadden en dat ik weer terug was in Sommerdijk. Maar zoveel vuurwerk voor mijn tussenkomst hadden ze nog niet af hoeven te steken. Oh, nee, maar het was erg hoor. Het was met die pechkransen en die pechtun die aangestoken had. Nee. Ja. Ah, erg misschien. Ja. Ik heb ook zoveel meegemaakt. Ja, maar dat niet, hè. Nee. Dat heel de boel in de fik ging. Nee, dat was erg hoor. Het was echt heel eens uitgeprobeerd te blussen. Maar er was niks meer aan te doen. Heel maar gefeest. Dat hebben we wel hoor. Dat wel. Het Sommersdijkse bier was best. Ja. En gedanst. Ja. Er was genoeg. Ja. En gedanst dat we hebben met al die meiden. En dat na al die maanden op zee. Ja. Met mijn nicht en de vriendin. Ja, die stinken aardig vreten brand hoor. Die hebben we goed geblust. Ja. In die dag ben ik nog familie van mijn kanderen, worden, weet je dat? Ja, maar wat ben je nu precies van mijn kanderen? Ja, gelukkig ben je niet mijn schoonmoeder. Ja. Oh.
Jullie kunnen daar wel mooi over praten. Maar naast op die dag, die verschrikkelijke dag, is haast heel het dorp in vlammen opgegaan. Maar wij hadden geluk. Ons huis is bespaard gebleven. Niet waar, schat? Zeker, want bij de buren is alles verbrand. En als je niet gewoon een bewijs ervan, dat kun je nog zien. Bij ons in huis op een balk staat het nog te lezen. We zullen die dag nooit vergeten. Ach, vergeten, mevrouw. Wie weet dat nog na al die jaren? Mij kennen ze nog en mijn zilvervloot. Wie van u heeft er niet gespaard vroeger voor de zilvervloot? Ja. Ja, ziet u, bij welke bank was dat ook weer? De Rabobank. De bank. Ah, ik bedoel maar. Mij en mijn zilvervloot vergeten ze niet. Kunt u wel zeggen, maar het staat voor altijd in die balk gebeiteld. Voor altijd. Ja, de van die balk, dat is gecontroleerd. Enkele ring hier in Sommelsdijk. Er staat geschreven in het huis. Dat is nog goed te lezen. Dit huis wordt gesteld in Godes hand. Door de victorie van West-Indië, die slag bij Bahia waar hij het net over had, is de ander afgebrand. Buurgenlok! Ach man, dat was buurgenlok. We hebben voor die dag nog een extra bijgebrouwen, hè? Ja. Echt Sommersdijk bier. Ja, volgens het beste recept. En met de beste gest, hè? Ja. Dat was wel gest uit Oudorp. Maar ja, dat hoeven ze hier natuurlijk niet te weten, hè? Dat was lekker goedkoop. Dat was nog een heel geluk. Ah joh. Maar het is altijd zo. Na een paar biertjes weten ze dat toch allemaal niet meer. Dus dat maakt dat toch niet uit. Maar dan werd daar gezopen. Ja, ik moest natuurlijk op een gegeven moment van voorzien. Vrouw, kom eens even met jij. Als je nou wil weten hoe dat we dat deden. Kijk, zo. En joh, dan merken ze toch helemaal niet meer. Dus dat was een hele opluchting, joh. Ja, je wilt ook solaris, hè? Want dat betekent dat woord. Joh, als jij zegt dat het zo is, dan is dat zo. Nou, het was een hele soelaas. Zo goed? Ja, gelukkig wel. Oh. Solaas is om te delen. Je moet het samen drinken. Nou, dan hoor je het ook eens van een ander. Eindelijk is iemand die met me vindt. Kijk. Zo doen we dat. Zo. En dan rest mij nog u een heel fijn en gelukkig weekend te wensen. Kijk eens. Als ik een opener kan vinden. Oh. Ja, solaas is er nu ook. Gebrouwen in de krak. Wij hebben het daar zelf laten halen. En als het een beetje wilt, zal het streekmuseum ervoor betalen. Dus mensen, hou je rustig. Blijf lekker zitten. Op het gemak. Stap voor rare pret. Om op het gemak zit hij. Vroeger, toen zaten ze op het gemak. Gebeurt. Midden in de kamer, in stilletje. Jij gewoon te poepen en te pissen. De vrouwen met de lange kussen ervoor. En de venters gewoon met de lange hand. Dat wist je niet toen je zei van het gemak, hé? Nee, mevrouw, dat wist ik niet. Je wist zeker nog niet dat ik vandaag verjaring. Nee, nou, van harte. Ja, dank je hoor. Ik word 91. Wat een leeftijd, wat een tijd. Ja, en ik ben altijd jong gebleven. Nooit getrouwd geweest. Ja, hoe kan het nou eigenlijk? Ik zag er al pas 12 uur door. Ja, maar ik ben wel huis verloofd geweest. Maar ja, die was van de verkeerde kaartje. En dan vond mijn vader en moeder maar niks, hé. Nee, dat was het niet, hé. Ja, ik weet het soms ook allemaal niet meer op mijn leeftijd, hé.
Maar ik denk ook dat er geen maas meer komt door. Want ja, ze zijn eerst allemaal door, die. Ja, dus ik kan normaal wel familie in Canada. Nog een paar nichten, hoor. Ja, maar ja, die schrijven ook eerst nooit meer. Zo'n oeje, vlinder. Toen heeft er nog eentje gebeld. Ze zei, tante, je moet een computer kopen. Ja, ze denkt zeker dat ik een hoop geld had dat ik een computer kan kopen. Ja, maar dat hak natuurlijk niet. En wat moet daar nu mee? Nee, dat weet ik toch allemaal niet meer. He. Laatst was er ook nog zo'n meisje die zei tegen me, je moet een, hoe noemden ze dat nou? Een smart ding. Ja, een smart ding moet je nemen. Ik zag meisje. Ik heb al in mijn leven zoveel smart gehad. Dat hou je toch aan voor je eigen. Nee, dat wordt te maken dit. Oh, ze heeft nog wel wat voor me opgeschreven. Moet ik eens even kijken hoor, of dat kan vinden. Oh ja, hier staat het. Ze zei, je moet Facebook nemen. Dan kan je makkelijker contacten leggen met iedereen en met je familie in Canada. Maar ja, ik lees ook al geen boeken meer, want dat kan ik toch helemaal niet meer zien. Dus wat moet ik dan met dat Facebook heen? Nee, breien, dat doe ik ook al niet meer. Ik heb zoveel sokken gebreid met 4 nijl. Al kindersokjes hoor. Maar ja, dat lukt ook allemaal niet meer. Hek, kijk. Dat doe ik nog wel. Want ja, dat doe ik op de automatische piloot. He. Dat gaat allemaal vanzelf. Dat kan ik nog wel. En dat had ik al zoveel gedaan. Allemaal voor de bazaar. En natuurlijk hier voor Streekmuseum. He. Maar die konden jullie straks allemaal wel kopen. Want ik kan dat de mensen allemaal intact te houden. En dan kunnen jullie zien hoe ik gewoon en geleefd heb. Ja, hekken. Nee. Die jonge meiden doen dat ook niet eens meer, hé. Die zitten alleen maar op zo'n ding te wrijven. Om dan zo'n vloek te halen. Ja, nee, willen vroeger namen onze breisels mee. Hun zitten nu allemaal op zo'n ding met de verjaardag. Maar willen namen gewoon onze breisels mee. Dat deed de mensen nog eens iets nuttigs, hé. Ja, verjaardag. Dat was ook wat, hoor. Dan zal de venter altijd allemaal apart, hé. En die hadden het dan over de pris van de jun en zo. En ja, en willen vrouwen, die zaten dan lekker te keuvelen onder ons breiseltje. Over wat er allemaal gaande was op het dorp. Ja, en er was nog alles wat gaande hoor. Maar waar is het dit gebleven? Ja, en toen leefde mijn moeder ook nog. Ja, dat was paste midden aan het gooitje hoor. Ze zeiden ze een keertje tegen me. Geef me eens een nacht dat advocaatje. Ik zeg nee. Als ze had nagezien dat ik die pot advocaat eigen gemaakt van Minna had gekregen. En hou ze niet van advocaatje op beter. Ik zeg nee. Zeg je neem maar iets van Flodders of Uttewaak. Zei ze, Uttewaak? Geef me maar dus liever een klap op mijn bak. Ik zeg ze, zei doe me maar wat starkers. Ik zag het nou, dan kreeg je wel van min een bruine wientje met suiker hoor. En toen had ze dat maar gegeven. Ja. Het was ook nog in de tijd dat Neeltje moest gaan trouwen met Kees. Ja, ze is toen bij de dominee geweest met hem mee om schuldbelijdenis te doen. Ja, en weet je wat een dominee toen ander vroeg? Heet die jou verleid? Toen zei Neeltje. Nee, ik lag gelijk al goed door. Ja, het is toch wat een tiddy. Ja, toen was gelok nog gewoon. Toen waren we nog gelok op mijn beetje, meneer. Jullie hadden nog niet allemaal van die modieusjes en nieuwe dingen, nee. Ja, op een gegeven moment. Van een stofzuiger toen we overgingen van elektrisch licht van met de naam gewoon. Ja, dat was toch nuttig geweest.
mijn eerste wasmachine. Dat was zo'n houten met een wringen erop. Maar ja, ik kan nog wel uren deur gaan over vroeger. Dat moeten jullie hier allemaal maar gaan bekijken hoor. Ik denk dat maar, want dan zitten jullie toch allemaal niet op te wachten. Ja, dan ga ik nog maar eens naar de conversaties eigenlijk. Misschien had ik daar nog wat aanspreken. En wie weet, misschien kijk ik nog wel een bakje met een knoepleintje. Nou, Hé, ze is er niet. Ik kan me nog wel feliciteren met de verjaardag. Ik heb ook nog een cadeautje meegenomen. Nee, in een andere zak. Ze zal het wel niks vinden. Het is een oude iPhone van mijn broertje. Want die koopt altijd de meest moderne toestellen. Eigenlijk wel een geluk voor mevrouw van het Geloof. Dat hij net nou dat nieuwe toestel kocht, dan kan ik deze aan haar geven. Maar ze zal het wel niks vinden. Nee. Nee, ze houdt niet van horen die moderne dingen. Maar weet u, ze heeft bijna geen familie meer. Alleen nog een paar nichten in Canada. En wat is er dan leuker dan een appie te sturen? Misschien kan ik het er wel leren. Als ik het een paar keer voordoe, dan gaat ze het wel snappen. En misschien vindt ze het dan nog wel leuk ook. Ze heeft nog wel een vriendin op de vierde etage. Maar ik heb gehoord dat ze eigenlijk moeite met elkaar hebben. En als ik daar vraag waar het eigenlijk allemaal om gaat, want ik denk, kan ik het oplossen? Dan zegt ze, je moet niet zo zitten roeren jij, want dat gaat altijd stinken. Ja, ze kijkt nog wel televisie, dat kan ze nog wel. Ja, maar alleen naar Holland Zingt. Nederland Zingt. De rest vindt ze me niks. Maar ja, als zij maar gelukkig is, dan laat ik het maar zo. Oeh, ik moet er vandoor. Wilt u tegen me zeggen als ze terugkomt dat ik geweest ben en dat ik ook nog een cadeautje voor haar heb? Kak, doet dat wasmachine het alweer niet? En vleeën week was het nog wees te kikken. De monteur had nog zo gezegd, die bluft het door, hoor. Nou, heden. Ik zal eerst het bellen. Even Hugo, stil. Papa moet bellen. Zeven wachtende voor me. Daar word ik echt zo ongelukkig van, hè. Ja, mevrouw Den Bagert hier ook. Nee, ik hoef geen gelutsapparatuur. Nee, en ik moet daar geen drager. Nee, ik moet deur verbonden worden met de wasmachineafdeling. Ja, verbind me maar deur. Ja, ja, mevrouw Den Bagert hier, ook. Spreek ik met de wasmachineafdeling? Mooi, ja. Mijn wasmachine doet het niet. En ik heb van die kleine kinders. Ja, en zonder wasmachine kan je niet, hé. Ja, ja, vlee week, dat weet je misschien wel. Ben je al geweest? En, maar ja, oh no. Nee, ja, ik had er schoon genoeg van. Dus, het spijt u. Ja, het spijt me in de hak. Want ja, en no. Oh. Een maandag. Ja, maar het is nog zaterdag. Dus een maandag kan u komen. Nee, dan is er iemand thuis. Ja, dan ben ik. Nee, de vrouw is niet thuis. Het is papadag. Ik ben zelf thuis. Dus dat, ja, dat zou ik kennen. Oh, ja. Hé, hey, maar er zit ook nog draaisel in. Hoe kreeg ik dat er nou uit? Een zwart pilletje. Onderin, op je knieën ervoor. Ik zie geen zwart pilletje. Nee, jij kan het niet vinden, maar ik zal zo nog wel even vader pikken. Ja. Oké, okay, nou, tot de maandag dan. Nou, hier word ik dus echt niet gelukkig van, hé.
Van al die moderne technische apparatuur, wordt de mens daar nou gelukkig van of blij? Ja, mijn grootouders en mijn ouders zeiden, ja, met die nieuwe ontwikkelingen, dan wordt het goed. Maar al die vermeende zegeningen, of wat het ook zij, het werkt alleen maar als hij het doet. We hebben natuurlijk wel vaker tijden gehad dat het elektric het niet deed of dat er geen machines waren. Denk bijvoorbeeld eens aan de ramp toen alle ellende van mensen, beesten, huizen over was. Zaten de mensen ook met vuile spullen die gewassen moeten worden. Maar elektriek was er niet. Dus wat deden ze in de meeste dorpen? Ze organiseerden ploegen vrouwen die dat collectief gingen wassen. En die vrouwen hebben later de geuzennaam gekregen, de moddermeiden. En omdat het over geluk gaat, bij het verzoek gekregen hebben om een hoop mensen gelukkig te maken, hadden die gevraagd, kunnen de moddermeiden niet nog een keer, die vorig jaar in de musical Mel gespeeld hebben, nog een keer komen? De moddermeiden! Ja, dames, bent u er klaar voor? Ja, Pieter, gaat u? Morgen, Kinky. Deze trouwjurk die ligt van een rieke boerin zeker. En nog een hele grote onderbroek. Oh, die is vast van jaart geweest. Er zitten nog gele vlekken in. Gadverdamme. Hé, hey, die is van Antje. En wat stinkt nou? Geef ze hier. Wat is het? Een muster? Nee, een onderbroek. Wie weet het? Dat is een broek van kraan. Tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloeiend aaneen gesmeed of vastgeklonken en verbonden in lief en leed?
zouden... Zou de liefde tussen mensen dan de basis voor het geluk zijn? Of moet je dan trouwen? Staat dat borg ervoor? Of moet je een hedendaagse vorm van samenleven kiezen? Een living apart together, een latrelatie? Of een, moet je op zoek gaan naar een liefdeuitdragende persoon, een lulrelatie? Of gewoon single blijven? Of een hobby nemen? Of je ergens in vastbijten? Of gewoon een hond? Weet u, er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe een mens gelukkig wordt. En er is heel veel over te zeggen, maar dat doe ik niet. Eén ding. Als je vroeger in plechtige ondertrouw ging, dan kreeg je een aparte behandeling. Je kwam in een apart kamertje, je kreeg koffie, je had de volledige aandacht van de ambtenaar en je kreeg tot slot nog een mooie hand. Vandaag aan de dag, als je je nummertje getrokken hebt en je bent eindelijk aan de beurt en je gegevens zijn overlegd en vastgelegd, dan is de belangrijkste boodschap die u krijgt, u kunt hier pinnen. Ja, of je daar nou gelukkig van wordt, ik zou het niet weten. Maar misschien zijn er bij jullie ook nog mensen die dat nog wel meegemaakt hebben en ook nog in de tijd bruidsfoto's lieten maken. Misschien hier in het Streekmuseum. En heel toevallig hangen er vandaag bruidsfoto's in het Streekmuseum. Dat hoeft natuurlijk niet alleen maar voor mensen te zijn die trouwen. Je kan ook met je vriend of met je vriendin of met je vader of met je moeder of met je oma. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk daarin. Voordat wij stoppen, wij gaan zo een lied tot slot zingen. Wil ik u even waarschuwen voor iets, maar ook klaarmaken voor iets dat na de voorstelling u allervriendelijkst benaderd zult worden om in de daarbij historisch verantwoorde collectebus een kleine bijdrage te doen. Die bestemd is voor het Streekmuseum. Omdat wij en opdat wij nog lang van hun inspanningen kunnen genieten en vooral genieten van de geschiedenis hier. Wij gaan zo met elkaar zingen. Bierbrouwer, kan het lied uitgedeeld worden? Ja. Wij gaan zo met u een lied zingen. Wil jij het een beetje uitdelen aan de mensen? Ik ga het en luister nu goed. Wij zingen het eerste en het tweede couplet. En daarna zou ik graag willen dat u het tweede couplet meezong. Ja. Natuurlijk zullen er onder u zijn die gewend zijn om te zingen. En die denken, ik zing die ander ook mee. Nou ja, dan doe je dat toch.
erwtenbussen. Ja, dan kunnen jullie zien hoe ik geleefd heb. De volgende voorstelling is om 3:30. Ja. Een kleine bijdrage voor een goede doel. Hallo. Dan moet je de andere kant pakken. Ik dank je hartelijk, meneer Waar. Kom ik zo even terug voor de vrouw. We moeten wel een dingetje in het midden hebben.